Yo, Nintendo fans! Vandaag heb ik een nieuwe game voor jullie. En het heet Staxel. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het lijkt een beetje op Minecraft qua stijl, maar wat het voor de rest is, geen idee. Dat gaan we nu checken. Ik mag een naam voor mijn wereld kiezen en ik noem het natuurlijk Choo Choo Land. En je kan het op standaard of creatief spelen. En in creatief is alles gratis, dan kan je vliegen. Maar eigenlijk is dat niet zo spannend, denk ik. Dus laten we gewoon even eerst kijken in standaard wat het is. Doe even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je bijna iedere dag Nintendo video's wilt. En dit is mijn karakter. Ik kan een ras kiezen. Het zijn een soort van katjes. Of een soort van elfen of mensen, denk ik. Ik ben een elf. Ik ben een man. En ik heb houding 1. Mijn huidskleur is wel goed, denk ik. Ik vind dit een goed kapsel. Ik wil rood haar. Of geel haar. Nee, ik wil rood haar. En je kan ook nog je ogen kiezen. Oh man, dit is super eng. Oh, dit zijn ook wel blije oogjes. Kleding! Ja, hij heeft nu een hoodie aan. Dat heb ik ook echt heel vaak aan. Hoodie is helemaal goed. Dit is wel een lekker steltje. Dan de broek. Ik draag een gele broek, denk ik. Oh. Of wordt dat een oranje broek dan? Oké, het wordt toch een lichte broek, denk ik. En schoentjes. Ja, gewoon sneakers. Gele sneakers. En nog een iets donkerdere vest, denk ik. Of gaan voor een gekleurd vest. Terwijl een beetje Rikachu-stijl, hè? Dit is wel Rikachu-stijl. Oh! En we zijn al gelijk in een wereld, joh. Dit is blijkbaar mijn boerderijtje. En het ziet er inderdaad echt super uit, uit als Minecraft. Yo! Farmfan. Hey daar, jij bent Rikachu, niet waar? Welkom in Staxel. Ik ben Farmfan. Burgemeester Max vertelde me dat je hier naartoe komt om de oude boerderij over te nemen. Anyway, de boerderij is een beetje vervallen, maar ik kan niet wachten om te zien wat jij ermee gult gaat doen. Eigenlijk had ik een welkomstpakket voorbereid, maar in alle opwinding heb ik het in de winkel laten liggen. Denk je dat jij het zou kunnen ophalen bij de winkel? Ja, natuurlijk. Moet ik alleen maar even weten waar de winkel is. Hé, Life is er ook. Yo, Life, ben je overgekomen van Animal Crossing? Je hoeft alleen je kaart te bekijken, dan zou je hem moeten kunnen vinden. Nou, pijltje omhoog, dan hebben we de kaart. Oh, oké. Dit ziet er wel fancy uit. Dus daar zo zijn Life, Aris, Rowan, Maximilian, Laria, Alisa en Emilia. Oh, en we kunnen nu ook gewoon daar naartoe lopen blijkbaar. Kijk maar, want ik begin nu gewoon te lopen. Ja, maar het is veel leuker om gewoon zo te lopen. Yo, maar dit ziet er wel uit als een leuk wereldje, joh. Ik heb nog geen post. Helaas. Oké, we moeten op zoek naar een blauw, groot blauw huis. Dat is het huis van Life. We gaan netjes over de paden lopen. Oh, daar is... Of dit. Die of die. Even pijltje. Ja, hiervoor is Life. Life is life. Patadadadam. Je bent wel veranderd, Life, sinds ik je in Animal Crossing heb gezien. Hallo? Hallo, mijn naam is Life en ik werk in de winkel. Jij moet Rikachu zijn. Farmfan heeft me alles over jou verteld. Ze heeft dit pakketje voor je klaargemaakt, maar ze is nog niet teruggekomen om het op te halen. Ik heb een schoffel, een schep en een gieter. What? Het bevat wat gereedschap en zaden om je op weg te helpen. Aardappelzaadjes, 500 blaadjes. Ik weet zeker dat Farmfan je zal helpen om er wegwijs in te raken. Voel je vrij terug te komen. De winkelvoorraad verandert dagelijks. Dus misschien vind je iets wat je nodig hebt. Mijn dagboek is bijgewerkt. Even kijken waar ik mijn dagboek vind. Oh, hier. Ja, we moeten nu weer terug naar Farmfan. En je ziet dat ik nu een schoffel in mijn handen heb. Nu heb ik de schep in mijn handen, de gieter. Ja. Oh, kijk, hier kan je ook je karakter een beetje zo van bovenaf bekijken. Anyway, Farmfan, dankjewel voor je welkomstpakketje, joe. Staat nog steeds bij mijn huis. Let's sprint. Moe, alsof we op de brommer zitten, joh. Hallo. Welkom terug, Rikachu. Ik zie dat je je welkomstpakket hebt. We moeten maar snel wat van die zaden planten voordat het te laat wordt. Wat denk je ervan? Ik weet niet hoe, maar het klinkt goed. Farmfan zegt het is heel gemakkelijk en je hebt al het gereedschap al. Laat me weten als je de zaden geplant hebt en ook water hebt gegeven. Gebruik een schoffel op de aarde of gras om de bodem te ploegen. Gebruik een zaadje op de geploegde bodem om planten. Zorg ervoor dat de plant elke dag water geeft. Als een plant klaar is om geoogst te worden, is deze groen omlijnd. Nou, ik kan vast hier wel een beetje gaan graven. Oh nee, ploegen. Zo, wat ziek idee. Lekker zeg. Dan heb ik hier zaadjes. 1, 2, 3 en 4. Wat ziek idee. Dan moet ik het nog watertjes geven. Zo, hoppakee. Jee, Farmfan is blij. Jij bent een natuurtalent. Gewassen hebben veel tijd nodig om te groeien. Dus we moeten ze nu maar even met rust laten. Maar zorg wel dat je ze elke dag water geeft. Want je wil niet dat het verwelkt of erger vergaat. En wat dat betreft, ik vond deze knolraap hierachter. Waarom verkoop jij hem niet voor mij? Maar wie wil het kopen dan?
Live wil dit kopen. Maar de murmur kobolieden in de stad zullen alles kopen wat ik wil verkopen. Oh, oké. Okay. Farmfan gaat nu naar het stadsplein. Als ik klaar ben met het verkopen van de knolraap, dan moet ik haar op gaan zoeken. In de winkel kunnen we allerlei shizzle kopen, zoals kiwi boomzaadjes. Verkoopkisten zijn bij kobolieden te vinden. Maar we moesten die verkopers moesten we opzoeken. Ja, die weet ik nog niet waar die zijn. Maar anders gooien we het gewoon in de kist. Dan moet het ook werken, denk ik. Ik heb een knolraap. Wil iemand mijn knolraap kopen? Live. Oh. Live? Waar ben je? Oh, daar ben je. We moeten iets kopen. Het maakt niet uit wat, zegt Live. Oké, Nee, maar ik heb nog niet zoveel monies, joh. Ik denk wel dat ik snel een bak over nodig heb. Ik zeg je eerlijk, ik vind het een leuker uitzien dan Minecraft, hoor. Eerlijk is eerlijk. Farmfan. Ik wil mijn knol verkopen. Ik moet op zoek naar de kist. Oh, hier. Ja, kijk hier. Hier staat een kist. Bij knoppen. Verkoop het. Hatsiek idee. Als je dat item van je wilt verkopen, zegt Holly, plaats het gewoon op de verkooptafel en werk dan samen met de tafel. In ruil zal ik je blaadjes geven. Ja, dit heb ik net gedaan, toch? Hier zo en dan... En dan verkopen, toch? Ja, kijk, ja, we hebben het gedaan. Gegroet, ik heet Holly. Ik verkoop veel leuke goederen. Mandarijnboomzaad. Slazaad. Ja... Allemaal leuk en aardig, maar ik heb nog niet zoveel money, jongen. Faka Leon. Ik wil er ook zo uitzien als Leon. Baksteen? Wat? Oké, Farmfan, je moet me helpen. Wat moet ik nu doen? Mooi zo, Rickachu. Alles wat je vindt, verbouwt of maakt, kun je verkopen aan de kooplieden voor bloemblaadjes. Bloemblaadjes, dat is het geld in deze game. Ik denk dat dat alles is wat ik je vandaag wil leren. Het is nog maar middag. Je bent een snelle leerling. Nog een laatste opmerking. Zorg dat je een oog houdt op die brievenbus naast je voordeur. Je vindt er misschien wel af en toe brief van mij of andere dorpelingen. Misschien heb ik al wel post. Ik neem snel weer contact op. Tot ziens, Rickachu. Doei! En wat ik zo leuk vind aan games als dit, is dat ik hier tenminste gewoon opdrachten krijg. En in Minecraft dan moet ik het allemaal mezelf uitzoeken wat ik wil gaan doen. En hier word je gewoon een beetje geholpen. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus even kijken of we al post hebben, jongens. Post van de burgemeester. Ja, daar hangt een brief in, joh. Kijk, Murmur Consortium, gefeliciteerd. Jouw eiland werd willekeurig geselecteerd tijdens onze meest recente loterij om een prijs van 200.000 blaadjes te ontvangen. Wat? Ik krijg 200.000 money. Oh. 10 blaadjes. Ik was even hyped. Maar dit is niet eerlijk. Kijk hoe klein dit dorp is. Dan worden er 200.000 blaadjes verdeeld. En dan krijg ik er 10. Ik voel me belazerd. Deze kunnen we oogsten trouwens. Ik heb een Crea bloemknop. Dit kunnen we allemaal oogsten. Farmfan, waarom kreeg ik maar 10 blaadjes? Ik ga een klacht indienen. Farmfan, waar ben je? Daarachter loop je. Bij Rowan. Farmfan, ik wil een klacht indienen. 200.000 blaadjes verdeeld en ik krijg er maar 10. Dat is geen eerlijke verdeling, Farmfan. Waar is je deur? Hier is je deur. Rowan, ga eens aan de kant. Aan de kant, jij. Farmfan, wil jij van mij een bloemknop ding? Dat lijkt me best nuttig, bedankt. Maar, luister. Ik heb net veel te weinig geld gekregen. Het boeit er niet, hè? Ze zegt, als jij met mij hier aan het praten bent, wie let er dan op de boerderij? Niemand. Ik bedoel... Waarom zouden we op de boerderij moeten letten? Het is toch gewoon freaking chill hier zo. Niemand heeft hier iets te doen, joh. Waar kijk jij naar? Wat ben je aan het doen? Wil je het dak beklimmen? Het is nog lang geen Sinterklaas, hoor. We hoeven nog niet op het dak. Wat ben je aan het doen? Oh, ik denk dat ik jou nog nooit gezien heb, zegt Rowan. Ben je nieuw in het dorp? Jij moet Rickachu zijn. Ik weet zeker dat je hier thuis zult voelen. Ik hoop hier af en toe te zien. Ja, is goed, Rowan. Hallo, Emilia. Hallo. Ik geloof niet dat wij elkaar ontmoet hebben. Ik ben Emilia en ik hoop dat we het met elkaar kunnen vinden. Heeft er iemand voor mij een opdracht? Toevallig. Wat is dit? Is dit een dakterrasje of zo? Rosemary! Hallo daar, Gins. Ik ben Rosemary. Ik denk dat we elkaar vaker zullen zien. Ja, dat denk ik ook wel. Want ik moet blijkbaar het boerderijtje fixen of zo. Waarom ik? Hallo, ik ben in iemands huis gegaan. Van wie is dit huis? Van wie is dit mooie bureau? Dat kan gewoon hier. Hier kunnen we gewoon elkaars huis inlopen. Niemand die boos wordt. Helemaal prima. Oh, wacht. Is dit een kerk? Dit lijkt op een kerk. Oh, dit is denk ik het gemeentehuis of zo? Hallo, is daar iemand? Yo, Maximilian. Nu ik erover nadenk, ik heb me nog niet aan voorgesteld. Ik ben de burgemeester van dit kleine dorp. Ik kan me voorstellen dat ik je nog veel vaker zal zien. Dat denk ik ook wel. Nou, mooi gemeentehuisje heb je, jongen. Maximilian. Even kijken, wie hebben we nog niet gesproken? Ria, Alisa en Eris hebben we denk ik nog niet gesproken. Hier staat Ria. Althans, ze zit op haar gat. Hallo. Miauw.
nieuwe prooi. Ja, ik plaag je maar. Jij lijkt niet op vis. Ik ben Ria, een simpele lokale visser. En als ik ooit vistips nodig heb, dan kan je mij opzoeken. Ik wil vooral vissticks. Dat vind ik lekker. Met een beetje mayonaise of zo. Is dat raar? Dat is wel raar, hè? Vissticks met mayonaise. Hoe eet jij je vissticks? Ketchup? Curry? Laat het weten in de comments. Als ik dieren wil verplaatsen, kan ik celkratten maken om ze op te halen. Geloof dat er een blauwdruk voor ze is in de bouwhandel. Oké. Jullie gaan me allemaal tips geven. Hallo, ik heb jou ook nog niet gesproken, Aris. Jeetje, ik had je bijna aangereden daar. Aangereden? Je bent gewoon aan het lopen. Wat zeg jij? Ik heet Aris. Skateboards en insecten zijn mijn ding. Kom me eens bezoeken. Nu alleen nog even praten met Aliza. En dan hebben we iedereen gehad in het dorpie. En Aliza is hier binnen. Is het ook een winkel? Yo, Aliza, wat heb jij hier dan? Kun je me een handje helpen? Ik weet niet zeker of ik je al eens gezien heb. Ik zou je een hand geven, maar ik denk niet dat je de olie zal waarderen. De naam is echter Aliza. En als ik ooit iets wil vervaardigen of maken, dan kan Aliza me helpen. Kijk, dit klinkt goed. Ik denk dat ik mijn moersleutel weer verloren ben. Laat het me weten als je het ergens ziet. Ja, is goed. Heb je een tip? Heb je een tip voor mij waar dat dan zou moeten liggen? Of moet ik gewoon nu gewoon gaan zoeken? Overal. Dit zijn allemaal geen moersleutels. Hoe moet ik nou weten waar jij je moersleutel hebt gelaten als je me geen eens een tip geeft? Ligt die hier ergens om je huis? Om jouw bouwplaats, winkel of hoe je het ook noemen wil? Nee, ik zie geen moer. En ook geen sleutel. Dit zijn wel handige dingetjes. Ik kan hier bijvoorbeeld een vangkrat kopen. Een blauwdruk ervoor, zodat ik die kan maken. Dan kan ik insecten vangen. En dan wordt natuurlijk die andere bewoonster weer blij van. Dus dan kan ik misschien die insecten weer aan haar geven. En op die manier geld verdienen, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de manier is waarop deze game werkt. Kijk, want nu is hier een diertje. Maar ik kan daar eigenlijk nog niks mee. Kijk. Aris die loopt hier met een net. Aris, ga je diertjes vangen? Wat denk je van een wedstrijdje ooit? Ik veeg gemakkelijk de vloer met je aan. Oké. Doe maar stoer. De lippenstift die ik onlangs bestelde had de verkeerde kleur. Ik heb ze aan iemand anders gegeven. Aris wou het wel niet. Oké. Wat ik niet zou geven om in een kasteel te wonen. Ik zou een leger dienstmeisjes inhuren en een betrouwbare butler die hen aanstuurt. Hun rokken zouden een regenboogschilderij. Oké. Jij diva. Ja, en al deze mensen hier verkopen dus allemaal weer hun eigen stuff. Deze verkoopt allerlei dingen voor hun huis. Deze verkoopt dieren. Dan hebben we hier iemand die een outfit aan je verkoopt. De koptelefoon ziet er ook wel fancy uit, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd of jullie dit vet vinden. En wat jullie tof vinden om mij op te focussen. We kunnen bijvoorbeeld voor de insecten gaan. Dat we heel erg op de insecten gaan jagen. Maar misschien kunnen we ook wel andere dingen doen. Ik ben heel benieuwd of iemand van jullie deze game al speelt. Laat het weten in de reacties wat je ervan vindt. Wat ik moet gaan doen. Of jij dus speelt. Doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want ik ben heel erg benieuwd naar deze game. En als jullie het vet vinden, gaan we het vaker spelen. Mazzel!